Goedenavond, dames en heren, en welkom op deze nieuwe webinar van Bit4You en onze beste wensen voor 2022. Wat mag ik u toewensen, Gwen? Een goede bullmarkt. Hey, dus, vanavond ben ik hier terug met Gwen Busseniers, oprichter van Cryptoschool. En we gaan samen een beetje de crypto-actualiteit van de voorbije week bekijken. Heel kort, want we zouden toch graag even nog terugblikken op voorbije jaar. En dan natuurlijk vooruitkijken, wat gaat 2022 brengen? En waar ga je met je cryptoschool de nadruk op leggen dit jaar, Gwen, op het nieuwe jaar? Goh, ik denk vooral focus nu op het einde van deze bullmarkt. Dus hoe dat we gaan kunnen gaan zien wanneer dat die topper gaat aankomen. Want ik geloof wel, allee, ik en ik niet alleen, hè. Wij geloven wel dat de topper gaat aankomen, dus daar gaan we op focussen. En in de tweede plaats, wat dat je dan moet doen, eens dat we aan die daling gaan beginnen, die toch wel soms een jaar of langer kan duren. Ja. En verwacht je ook dat het type student gaat wijzigen? Hè? Ik denk ouder, vrouwelijker, of zie je nog andere tendensen? Laten we zeggen dat eens dat we in de bear market zijn, dat het alleen de traders overblijven. Hè? Want er gaan natuurlijk minder bitcoin gaan minder in het nieuws komen. Je ziet dat, dan is die hype voorbij. En dan gaan de traders overblijven. Dus de mensen die serieus met de beleggingen bezig zijn, daarvoor is die markt ideaal. En valt er eigenlijk zelfs meer te verdienen in een bear market dan in een bull market, raar maar waar. Dan kan je dus die markt gaan shorten. En dat is het paradijs voor de traders. Maar denk je dan ook dat er heel wat mensen zich gaan terugtrekken uit die cryptomarkt? Want wat hebben we nu gezien de voorbije jaren? Altijd maar nieuw geld, nieuwe mensen. Je hoort het waarschijnlijk ook zelf. Hè? Mensen dat je tegenkomt die zeggen, ja, wat moet ik doen? Ik zou graag in die cryptomarkt stappen, maar ik weet niet goed hoe. Zie je dan het omgekeerde? Dus dat mensen gaan zeggen, vaarwel, ik heb het gehad ermee. Wel, in dat type markt, natuurlijk alle hodlers, die gaan verdwijnen. Hè? Dus lange termijn hodlers, die gaan zo goed mogelijk die top verkopen en die ga je eigenlijk niet meer terugzien, waarschijnlijk totdat we het dal hebben bereikt of als we al een beetje gepasseerd hebben. De nieuwelingen, er komen ook weinig nieuwe geïnteresseerden bij, weer al omdat Bitcoin gaat minder in het nieuws verschijnen. Maar eigenlijk wie dat slim is, die gebruikt die termijn om zich in te studeren en om te sparen tegen het volgende dal. Ja. Om dan terug met de nodige kennis dat dal te kunnen gaan opkopen en terug te vertrekken voor de volgende run. Ja, oké. De voorbije week was vrij flauw op de markt. Geen voortzetting van die, ik kan het moeilijk een eindejaarsrally noemen, maar toch winsten van de voorbije week, die gingen terug verloren. Bitcoin ging 6-7% achteruit, verloor weer die $50.000 grens. Ethereum zakte ongeveer evenveel en geraakte ook niet meer boven de $4.000. Je had die mogelijke zwakte vorige week al een beetje aangegeven. Mm-hmm. En hoe liggen de grafieken er van het tweetal nu bij? Nog altijd die grote vraagtekens toch bij je? Wel, het is een beetje natuurlijk een nieuw jaar is altijd een keerpunt. Hè? De voorbije weken, dat we vorige week verteld, zit je natuurlijk, het is nog altijd de vakantieperiode. De echte professionals die gaan denk ik pas, die beginnen nu terug te komen, maar die gaan vandaag eigenlijk ook nog de kat uit de boom zien. Hè? Van de eerste dag van het jaar is altijd zo'n beetje geen dag die ik zou aanraden om te traden, want dat gaat een beetje alle kanten uit. Dus ik denk dat iedereen die vandaag, de professionals die terugkomen op het werk, die gaan een beetje zien hoe dat alles gaat en staat. En die gaan weer, zoals ik al zeg, Turnaround Tuesday, die zullen denk ik pas morgen in actie komen. We gaan samen zien. Ik blijf nog een beetje bij het scenario, maar lange termijn blijf ik nog altijd bullish. Ja. Oké, kunnen we misschien even kijken naar hoe de Bitcoin er vandaag bij ligt? Iets verzwakt terug, een kleine opwaartse beweging de week ervoor, maar toch niet kunnen vasthouden. Dus ja, je bent niet alleen met vraagtekens, hè? Blijkbaar. Nee, mijn oude kribbels staan hier nog steeds. Ja.
Ik ga dat hier eens een beetje groter maken. Dus Bitcoin heeft eigenlijk... Vorige week hadden we het hier over die CME-gap. Dat is die rode lijn die hier nog staat. Die is genoeg gevuld geweest. En dan is eigenlijk gewoon terug naar beneden gevallen. Waarvan ik niet verschiet. Hè. Het had kunnen al omhoog gaan, maar hier sta ik niet van versteld. Weer al omdat ik zeg dat Bitcoin houdt ervan, geschiedkundig gezien, om van die double bottoms te maken. Dus nu zitten we hier zo'n beetje te botsen in dat blauwe vakje. Ja. Maar we zitten wel onder de groene 200-daags gemiddelde. En dat zie ik minder graag. Wat ik ook niet graag zie, dat is, je hebt hier de gele lijn, dat is de 50-daagse. Als een 50-daagse en 200-daagse van boven naar beneden kruist, dan heb je een death cross. Zie ik dat in mijn opinie gebeuren? Nee. Hou ik dat in de gaten? Ja, uiteraard. Ja. Dus het niveau voor te behouden of om te herwinnen, dus liefst gaan we terug naar boven de 48. Ja. Liefst gaan we naar de 57, maar het is pas als we terug hier boven de 60 zijn dat we, ik zou mogen zeggen, opgelucht mogen ademen en achteruit in onze stoel mogen gaan zitten. Nu, waar moeten we op letten deze week? Dus die MACD die is wel naar boven aan het keren. We willen wel zien dat die stijging zich verder zet. Onze RSI die heeft hier onderaan, die is er doorgegaan. Die is er van gebotst. Ja. Dat is op zich goed. Maar we moeten wel zien dat die daar niet terug doorgaat. Ja. Waar dat we op de hele korte termijn naar moeten kijken, dat is, en dat zal ik terug vergroten, en dat gaan we zien in veel cryptomunten, dat is dat we hier, zou ik graag de groene lijn, dus het 200-daags gemiddelde van Bitcoin en ook van vele andere, want je weet, de markt beweegt soms een beetje synchroon. Dat is de prijs die we zouden terug moeten veroveren, dus Bitcoin zo rond de 49.000. Dat zou mooi zijn, moest dat deze week kunnen gebeuren. Nu, zolang dat we hier boven de $40.000 zitten, of liefst $42.000, hou ik me nog steeds vast aan het lange termijn bullish scenario. Ja. Dan is er nog geen man overboord. En we zien vaak in januari het zogenaamde januari-effect op de financiële markt. En dat wil zeggen, begin van het jaar is er veel optimisme in de markt, ook wat geldbonussen zijn betaald en dergelijke. Is dat mogelijk dat januari-effect ook op Bitcoin en andere munten gaat spelen? Moesten we een normaal jaar hebben, ja. Maar we zijn nu helaas niet in normale jaren. Dus zoals ik in het verleden heb gezegd, als dat de stocks of de stockmarkets doet omhoog gaan, dus de S&P of de Nasdaq. Ja, dank u wel. Dan, dan zal Bitcoin ook wel mee naar omhoog gaan. Maar er zijn ook nog een paar macrofactors. Maar daar ga ik het, want ik wil ook, omdat we 2022 zijn, even het heel grote plaatje gaan bekijken. Ja. Dus voor deze week hou ik het even bij. Hou die 200 op de 4 uur in de gaten. Ja. En dan, nu, als we gaan kijken, want dit is natuurlijk Bitcoin op de lange termijn. Dus dit is Bitcoin op de maand. Mensen die graag zo'n lange termijn chart oproepen, die TradingView kennen, die zou ik zeggen, pak dus de BLX, dus de Brave New Coin Liquid Index, dan krijg je de langste Bitcoin historiek. En wat we zien eigenlijk, of welke de vergelijking die ik en vele anderen maken, is dat we... dus je hebt de cyclussen... Excuseer. Je hebt de cyclussen van Bitcoin. Dat zijn de cyclussen. Ja. Dus nu zitten we hier in deze. En je hebt altijd zo een laatste parabolisch stukje recht omhoog. Ja. Ja. Klopt. Dat is waarvan iedereen nu denkt, kijk, dat hebben wij nog niet gehad. En we zitten hier zo met twee stompjes, zal ik het zo noemen. Ja. Daarom dat ook de analogie wordt getrokken met 2013, hè, met... Misschien zitten we
in dit stukje hier. Ja. En gaat dit nog komen? Ja. Ja. Dus dat is waar iedereen aan denkt. Het is niet omdat iedereen eraan denkt dat het zo gaat gebeuren, maar voorlopig zijn er nog geen factoren die het tegenspreken. Ja, korte termijn is Bitcoin momenteel bearish, maar lange termijn nog niet. Als we dan echt gaan kijken naar dit jaar specifiek, en ik had er een mooi beeldje voor. Voilà. Ja, dat is inderdaad mooi. Ja, dat is mooi als je Bitcoin, als we gaan van 1 januari tot 31 december, was je nog altijd 78,5% in de winst. Niet slecht. Had je verkocht op de top. Dat is de Activa, hè? Van allemaal. Hè? Van, ja, het laatste decennia. Vergeet dat ook eens, maar. Bye bye Tesla, maar Bitcoin is beter. Dus je ziet, van de top zijn we nu 24,4 naar beneden en we zijn hier nu bezig met hopelijk een reversal. Maar Bitcoin blijft het goed doen. Even terug naar de charts. Zo, want ik heb een vermoeden dat je ook Ethereum gaat vragen. Ja, ja, waarom niet? Het is toch een munt die veel beter heeft gedaan dan Bitcoin in 21. Ja. Ah, maar ik had bij Bitcoin, wacht, ik was nog één dingetje aan het uitleggen. Ik moet mijn verhaaltje nog afmaken. Eén secondje. We gaan terug naar die BLX. Dus ik was nog aan het vertellen, hè. Je hebt die blow of tops die dat we nu dus nog niet gezien hebben. En daarmee dat er ook een paar zaken, of moet ik zeggen, een paar nieuwtjes in de gaten gehouden moeten worden volgend jaar. Dus wat kan u maken dat wij hier... Je bedoelt dit jaar, hè, Gwen? Je bedoelt dit jaar, hè? Dit jaar. Oh, ik ben nog niet gewoon 2020. Ja, nee. Dat is begrijpelijk. Wat kan u maken dat we hier verticaal omhoog gaan? Wel, er zijn een paar factoren natuurlijk. Ten eerste, we kunnen er niet rond, de COVID-pandemie. Stel nu dat we het goede nieuws krijgen dat Omicron de laatste variant was die, zoals het nieuws nu zegt, niet zo schadelijk is. En dat doet iedereen terug hoop krijgen. Dan gaat zich dat weerspiegelen in de markten. Ja. Zolang dat de Fed, daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad, zich niet rept over het verhogen van de interesten. Vorige keer hadden we verteld dat kan nog zeker duren tot maart. Blijft het goed gaan op de stockmarkets en zal het waarschijnlijk ook goed gaan in Bitcoinland. Nu, wanneer gaat die zich dat omkeren? Natuurlijk, als die hype voorbij is, hè, ze zeggen dat het een prijs die recht omhoog gaat, op een bepaald moment stort dat in onder zijn eigen gewicht. Nu, wat kan die instorting, moet ik zeggen, wat kan een katalysator zijn? Dat is bijvoorbeeld een regulering op, en nu kunnen we alles zeggen, hè, op exchanges, op stablecoins, op wallets, op DeFi. Of je kunt ook bijvoorbeeld iets macro-economisch hebben. We hadden het al gezegd, de rente die omhoog gaat. Of je hebt bijvoorbeeld ook in China het Evergrande-verhaal. Zo moeten er niet te veel zijn. Nee, China houdt tot nu toe vol dat dat geen... Alleen, voor wie het niet kent, Evergrande is een mega bedrijf in China dat momenteel 260 miljard schulden heeft, als ik me niet vergis. En dus me vreest dat het faillissement van die reus de Chinese markt naar beneden gaat halen en dan het sneeuwbaleffect zal creëren voor de andere wereldmarkten. Maar weer al, we gaan moeten zien. Maar dus macro-economische black swan events van die aard gaan de markt misschien kunnen doen keren. Wat het ook kan zijn, dat is ETF's. Dus de top van de 2017-18 parabolische run omhoog. Die is ook gecreëerd door de verwachtingen. Of ze wisten dat de CME futures er kunnen komen. Dus futures, derivaten van Bitcoin. De markt is gestegen, de derivaten zijn op de markt gekomen en dat was het begin van de bear market. Stel nu dat er geruchten zijn van een Bitcoin spot ETF. Dus een spot, dat wil zeggen een ETF waar je rechtstreeks fysiek in Bitcoin. Zijn maar zeker, als het gerucht er is, dat zou een laatste run-up kunnen veroorzaken. En waarschijnlijk, eens dat die er zijn, ook weer de markt kunnen laten imploderen. Dat zijn zo van die grote events die dit allemaal kunnen gaan beïnvloeden, maar weer al over het wanneer is het gissen.
Ja. Maar je denkt wel dat die spiker toch komt, die doorbraak. Zolang dat Bitcoin nu boven de 40.000 blijft, is dit een mogelijk scenario, ja. Ja. En je zegt ja, het is moeilijk om de timing te gaan bepalen, maar zou je denken dat dat nog in het eerste half jaar kan? Dat er een, ik ga niet zeggen een implosie, maar toch een stevige correctie komt? Of dat dat eerder naar het jaareinde zal zijn? Als je het aan mij persoonlijk vraagt, dan denk ik in het eerste half jaar. Dus Dus dat kan allemaal vrij snel gaan. En dan zou ik eerder denken dat het te maken heeft met de Fed die aangekondigd heeft om 3 keer de rente te gaan verhogen dit jaar en gaat starten in maart. En dat gaat toch wel, ja, als de rente begint te stijgen, dan krijgen de risicovollere activa toch moeilijk, omdat er heel veel verwachtingswaarde in zit. En dus dan zou het eerder in die richting kunnen gaan, dat we dat vooral moeten in de gaten houden. dat in de gaten houden, ja. Ja, want Black Swans kan je natuurlijk niet gaan voorspellen. Dat zijn Ja, zaken die maar plots opduiken. Dat komt een Black natuurlijk Swan niet van in de ene crypto. dag op de andere, maar. Een Black Swan in crypto kan ook zijn dat de Amerikaanse Ja. wetgever opeens met een nieuwe crypto bill afkomt. Ja, natuurlijk. Ja, je hebt het al genoemd dat men verschillende segmenten van die markt aan het bekijken is. De regulator, gaan we met die stablecoins, gaan we daar starten? Ja, dus dat is nog allemaal te zien. Maar dat is dus de algemene tendens van Bitcoin. Ethereum gaat daar waarschijnlijk niet aan ontsnappen. Dat gaat een beetje dezelfde. Of liggen de kaarten hetzelfde voor Ethereum, die het dit jaar, of vorig jaar, ik mis ook al, die het vorig jaar veel beter heeft gedaan dan Bitcoin. Maar ja, de vraag is, gaat Ethereum kunnen beter doen dan Bitcoin nogmaals? En zal het kunnen ontsnappen aan een daling dan van de markt? Gaat het zich ja, beter kunnen verhouden tot die markt dan? Ik zeg weer al, ook historisch gezien heeft, laten we zeggen, geen enkele crypto kunnen ontsnappen aan een daling van de markt. Maar als we nu gaan even kijken naar de dag van vandaag, waarom is Ethereum momenteel er beter aan toe? Die zit wel boven zijn groene 200 Ja. dagelijks gemiddelde. Hij heeft hier een mooie bounce gemaakt van zijn lange trend. Dat is een hele oude trendlijn. Ik ga eens kijken of ik ze er helemaal op krijg. Zo. En ik zeg altijd, hoe ouder een trendlijn die langs twee kanten is getest, hoeveel waardevoller dat die is. Nu, we zien ook hier mooi bij Ethereum heb je eigenlijk een double bottom. Ik zal het er zo op houden. Een double bottom met bullish divergentie. Dus je ziet de prijs hier die stijgt. Ja. En dat is een hidden bullish, moet ik er wel bij zeggen. Dus zover staat het beter, maar ik denk ook als we hier gaan inzoomen op de 4 uur, dat was ik daarnet wou zeggen, ook hier wil ik graag die 200 gemiddelde op de 4 uur herwonnen zien. Nu, stelt dat Bitcoin een piek naar beneden gaat maken, uiteraard gaat Ethereum ook Ja. een flashje naar beneden doen, maar ik denk niet dat Ethereum dan door zijn 200 zou gaan. Gaat hij hier dan wel ook onder? Dan gaat die Bitcoin mee naar beneden volgen. Ja. Dus deze week is een meer spannende week. Oké. Ik kan er ook nog bij vermelden dat de kleinere munten vorige week ook minder goed hebben gepresteerd. Dus meer dan 10% gedaald, bijvoorbeeld Solana en zo. Maar we gaan daar nu niet naar kijken, want we moeten ook nog even terugblikken naar 21 en dan natuurlijk ook kijken wat je verwachtingen zijn voor dit jaar, hè. En als ik even een paar dingen bekijk van 21, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen stilstaan bij dat verschillende Amerikaanse bedrijven crypto op de balans hebben genomen. Dat is toch wel een verandering, hè? Een bepaald deel van hun cash in crypto gestoken. Een beetje diversificatie van de cash. Tesla is daar een mooi voorbeeld van. Is dat van belang, Gwen? En zie je dat ook verder nog toenemen? De institutionele belangstelling heeft eigenlijk, moet ik zeggen, deze bull market gestart, hè. Een Tesla, maar ook een MicroStrategy, die hebben momenteel de grootste
holding in Bitcoin en ook andere bedrijven, ja. Wat ik ook heb gezien is natuurlijk de NFT-markt, de DeFi-markt, meer recent Metaverse, hè, dus Decentraland. Ja, dat zijn de drivers. Ja, wel, ik wou ook nog even stilstaan bij die NFT's. Dat was ook een jaar van de doorbraak daarvan, van die tokens. Wat verwacht je hiervan? 2022 is dat niet wat oververhit nu? Zou dat niet wat kunnen... Hier zou ik mij oppassen. Dus de NFT-markt, die is momenteel ook wat gedaald. Ook een van de redenen dat Solana is gedaald, want die twee hangen een beetje samen. Dus de NFT-markt, al die collecties, hè, dus de meest bekende zijn de CryptoPunks en de Bored Ape Yacht Club, al die aapjes dat je wel al hebt zien passeren waarschijnlijk, ja, die gaan stukken van mensen. Maar dat zijn collectibles die eens dat je die bezit ook moeilijk kan verkopen. Dus ik vind het niet besteed aan, tenzij dat je echt een verzamelaar bent. Dan denk ik echt aan een type kunstverzamelaar. Dus ik verwacht wel dat dat terug gaat dalen, NFT's. Wat niet wil zeggen dat platformen, de infrastructuur, geen mooie toekomst tegemoet gaat. Dus je kan altijd investeren in het product. Of in de platformen, de infrastructuur die de producten dragen. Ja, die want als de producten het goed doen, doen die platformen het ook goed. En platformen zijn een iets veiligere belegging. Ja, en ondertussen, luisteraar Victor vraagt, als we toch even naar Solana zouden kunnen kijken, naar de grafiek. Ja. Dus vorige week, die winst van de week daarvoor is afgegeven terug. Terug naar af. Maar... is het niet een beetje hetzelfde beeld van zoals Bitcoin en Ethereum, technisch? Het is allemaal hetzelfde. Ik ga eens even kijken. Want Solana zit net zoals Ethereum zit bij in het betere spectrum van de markt. Dus die zit nog altijd boven zijn 200 dagelijkse. Zijn support beneden zit bij mij op 135, 133. Je hebt hier ook de 50% retracement. Dus dat wil zeggen, als een munt... Ik ga eens kijken of ik hem er helemaal op krijg. Ja, kijk die geweldige run hier. Als een munt door die 50 zakt, dan mag je verwachten dat we doorgaan naar de 0,618, dus de 100, of zelfs de 58 euro. Nu, Solana zijnde... zie ik dat niet direct gebeuren, maar niettemin. Ze hebben wat problemen gehad met hun netwerk. Er zijn vragen gerezen in verband met veiligheid en decentralisatie. Die vraagstukken moeten ze wel kunnen beantwoorden. Er mag ook niet te veel verlies zijn omdat de NFT-markt daalt. Ja. Dus ik zou zeggen hier, ook weer hier, zolang dat die 200 dagelijkse niet is gebroken, heeft Solana een toekomst. Maar laten we even oppassen, want zoals dit plaatje hier nu tevoren staat, en ik ga nu even inzoomen. Ja, hier heb je ziet ook aan de MACD, die is aan het kruisen onder zijn nullijn. Dus Solana gaat zeker nog een beetje naar beneden doen. En ik zou die zelfs zo durven zien gaan naar die 136. Ik zal daar nu nog eens één FIP op loslaten. Misschien kortstondig omhoog. Ja. Moest dat hier een ABC-correctie gaan maken. Zo. En dan naar beneden. Dus van zijn 200... Weer al op die 4 uur, hè, die 200 gemiddelde. Overal belangrijk nu. Als die van die 4 uur 200 gemiddelde botst... Zo, hier, botst ervan. Dan gaan we terug naar beneden. Ja. Oké, misschien kan je dat laten staan voor volgende week. Dan gaan we eens op terugkomen. En dan nog een ander thema dat in 2021 wat speelde. En dan kijk ik vooral naar de brede markt. Dat was duurzaamheid en groene en duurzame energie. Hey, iedereen had er de mond van vol, ESG. En zo verder. En dan werd er kritiek op crypto geuit dat het energieverslindend zou zijn, dat het te vuil zou zijn. Zie je dit in 2022 veranderen? Want er zijn toch wel bewegingen omdat ook ESG op ESG-maten te gaan verhogen?
Het is al veranderd, zou ik zelfs durven zeggen. Ja? Natuurlijk, de crypto-ban op mijnen in China heeft op dat gebied wel het klimaat goed gedaan. En als ik dan hoor wat er allemaal in de pijplijn zit om eigenlijk zelfs overtollige groene energie te gaan oogsten, dan zie ik zelfs een extra nut voor Bitcoin en crypto. Dus wat is overtollige energie? Dat is een waterkrachtcentrale, die draait altijd. Maar soms heeft het net genoeg elektriciteit, ja, dan heb je overschot. Dat kan je op dat moment gaan stockeren. Er zijn zelfs, en hou je vast, wie een gascentrale kent, en ik vond het als kind altijd fascinerend, je hebt daar dat vlammetje dat zit te branden. Ja. Ja, oké. Dus dan heb je aan veel van die centrales heb je een vlammetje. Wel, er zijn zelfs ideeën om dus die hitte, die overtollige hitte, te gaan gebruiken om bitcoin te mijnen. Dus er zijn groene overschotten die zo toch nog kunnen omgezet worden in iets nuttig dat nadien kan gebruikt worden voor. Noem maar op. Ja, dus ook de technologische vooruitgang zal ook daar spelen, of blijven spelen, ook dit jaar. Maar dan is mijn volgende vraag. Stel, volgend jaar, begin 2023... wat zullen we dan aan het bespreken zijn als we terugblikken op 22? Kan je even naar je glazen bol kijken? En dan spreek ik over... je hebt al even gezegd dat je denkt dat er een bear market komt, maar ook welke tendensen ga je zien? Wat verwacht je eigenlijk van 22? Wel, ook hier weer als ik kijk, want ja, ik heb al wel twee bear markets meegemaakt. En ik zeg altijd, je bent geen trader als je geen bear market hebt meegemaakt. Want dat is, voor een leek is dat angstaanjagend. Er zullen er veel zijn die het nog niet hebben meegemaakt. Hè? Nee, er zijn er nog niet zoveel. Maar ik denk dat het altijd stijgt. Hè? Vooral ja, jongeren. Bij deze, dat is niet. Ja. Laat het begin van de video daar een mooi voorbeeld van zijn. Het blijft niet eeuwig een zwaan zak. Maar goed, dus begin 2023 zitten we volgens mij zeker in de bear market. En de bear market is een tradersmarkt. Dus dan gaan wij zeker kunnen spreken over de grote cryptocurrencies en hoe dat die in een bear market getraind kunnen worden. Nu, dat is voor technisch analisten. Dus het idee dat vele beginners nu aanhangen van ik zal laag kopen en hoog verkopen, dat werkt niet in een bear market. Alsjeblieft, doe dat niet, want je gaat je geld zien verdampen. Dus voor een bear market te traden, zou ik zeggen van alsjeblieft, verdiep u in technische analyse. Maar in een bear market, raar maar waar, is er meer te verdienen dan in een bull market. Dan ga je leren shorten en je kan met je shorten letterlijk dollars of euro's verdienen in de daling van een munt. Maar wat je nu eigenlijk zegt is dan dat elke keer we nu stijgingen zien, dat je kan winst beginnen nemen. Als we nu, stel dat we nu verder naar boven gaan, hè? Dus dat we, nu... Ja. Dan kan je af en toe winst nemen, maar doe dat niet in één keer. Hè? Dus ik zeg altijd, schat zo goed mogelijk die top in. Heb je niet de kennis om dat te doen, dan is het inderdaad aangeraden om af en toe stukjes winst terug te nemen. Maar wees toch beducht voor die val, want een blow-off top, dat is razendsnel en drastisch. Nu, om verder te gaan op je vraag van 2023, wat je ook niet gaat zien, dat je nu wel ziet, nu is er heel veel nieuws over nieuwe projecten. Ja. Nou, in de bear market gaan al die bedrijven heel hard beginnen werken op de achtergrond, maar die gaan pas hun projecten beginnen lanceren, eens dat de bear market gedaan is. Dus de bear market is voor iedereen de ideale periode om te studeren of om je geld klaar te zetten om die bodem te gaan vangen. Ja. Maar dus, nogmaals, wat winst beginnen nemen en dan ook dat geld dat dan vrij is, die fiat dat er terug is, euro of dollar, gewoon uit de cryptomarkt gaan halen dan. En achter de hand houden voor, misschien niet dit jaar, misschien ook niet begin volgend jaar, maar dan op langere termijn terug, of op middellange termijn dan terug in de markt te stoppen. Voor de lange termijn houders, hè? Is dat de manier om het te doen, ja. Maar als je dan verder kijkt dan 23, 24, 25,
Gaan we dan hogere niveaus zien dan vandaag? Dan lijkt het me aangewezen om gewoon te blijven zitten. Je kan dat doen, maar ten eerste, dat lijkt me een heel lange tijdsperiode waarin enorm veel in de wereld kan gebeuren. Kijk, we hebben nu een pandemie meegemaakt. Ik weet niet wat er nog kan gebeuren. Ja, je zou dat kunnen doen. Dus er zijn mensen die, bijvoorbeeld grootvader die voor zijn kleinkind een bitcoin koopt en die zet dat ergens in een wallet. Alsjeblieft, hou maar 15 jaar bij. Dat kan. Er zijn ook mensen dat dat doen. Maar ik zou het een beetje zonde vinden. Hè? Bitcoin, die corrigeert in een bear market soms 80%. Een beetje zonde vind ik om te laten gebeuren. Ja, maar dan is het wel moeilijk om die top... Hè? Wanneer gaat die top dan komen? Wanneer moet je dan volledig uit de markt zijn? Ja, maar om stel dan nu nog dat je de top... in de markt te komen. Hè? Ja, maar stel nu nog dat je de top en de bodem niet helemaal hebt. Hè? Je verkoopt niet op 100%, maar je verkoopt op 80%. En je koopt niet in op 0, maar je koopt op 20%. Ja, dan heb je het nog altijd goed gedaan, ja. Hè? Ja, ja, ja. Dus... Oké. Okay. Dus dat gaan we verder zien de komende maanden dan. En hoe zie je eind 2022 de top 10 zo van de munten? Als ik naar marktkap kijk, hey, dus vandaag is Bitcoin de grootste, Ethereum de tweede... Solana zit daar ergens ook in de top 4, 5. Verwacht je veel nieuwe namen? Of verwacht je dat de oudere garde terug opkomt? Of hoe zie je dat evolueren? Well, ik ben eens even de CoinMarketCap aan het oproepen. Oké, we gaan eens kijken wie er nu in de top 10 staat, hè. Dus we hebben Bitcoin, Ethereum, tot nader order. Bitcoin blijft voor mij nummer 1. Ethereum, daar zou ik al vraagtekens bij durven zetten op de termijn die dat je nu aangeeft. Omdat er zijn concurrenten op komst en concurrenten die sneller en goedkoper zijn. Zoals bijvoorbeeld een Solana. Binance, dat kan. Alhoewel, Binance heeft natuurlijk... dit jaar vooral uitbreiding in financiële producten aangeboden. Hè. Dus die zijn op de NFT's gesprongen, in staking hebben ze gedaan. Je kan daar nu ook leverage, margin traden, opties traden, noem maar op. Ik weet niet of ze zichzelf gaan kunnen blijven uitvinden. Nee. Maar in ieder geval, tot nader order blijft dat voor mij de top exchange. Als de volumes zouden dalen, hè, als de prijzen zouden dalen, dan gaan de volumes dalen, dan gaan... niet noodzakelijk. Hè. De derivatenmarkt is nog altijd verantwoordelijk voor het grootste volume en die gaat blijven draaien. Ja, ja, maar er zal toch minder... Er zal wel minder zijn, ja. Ja, en ook op het vlak van vernieuwing en zo zal het moeilijker zijn om nieuwe producten in de markt te zetten. Tuurlijk. Dus, daarmee dat ik zeg, ze kunnen niet eeuwig blijven nieuwe financiële producten aanbieden. Tether, daar stel ik mij ook vragen bij. Tether is vooral gebruikt geweest door de Chinese traders. En ja, door de ban op van China op Tether en ook door de, moet ik zeggen, het niet onbesproken blad van Tether. Ja. Ik denk dat we het er al eens over hebben gehad. Tether heeft tot nu toe nog altijd geen audits toegelaten. Ja. En er is een concurrent, een Amerikaanse concurrent op de markt, USDC van Circle. Daar zie ik misschien wel eens een flip. USDC staat nu op nummer 7. Dat zou kunnen gaan flippen. Cardano, als zij hun problemen opgelost krijgen, dan... Ja... Die laat ik even... Dan weet ik niet of die nog in de top 10 gaat staan. Misschien nog net. Ripple, ik denk dat die eruit gaat gaan. Ik denk dat er veel betere en nieuwe projecten aan gaan komen. Ja. Sorry, Ripple Army. Luna, een van mijn favorieten. Dot, een van mijn favorieten. Maar het zal hier een robbertje vechten worden tussen de volgende. Polygon. Mm-hmm. Polygon is voor mij een grote kanshebber. Je kent mijn mening over de memecoins. Polygon, Solana, Polkadot, die zie ik door de top 10 binnenkomen. Wie dat er dan uit de dans gaat, of die het eruit gaat,
ben benieuwd. Ja, en die Ripple bijvoorbeeld, Cardano was Ja, Ripple en Cardano, met wat er nu aankomt, weet ik het niet of ze nog in de top 10 gaat staan. Ja, oké. Oké, Gwen, we gaan hier afsluiten. We zijn al wat over onze tijd, maar dat mag als eerste uitzending van het nieuwe jaar. Dus bedankt voor de uitleg en we zien elkaar volgende week dan terug. Dat is prima. Bedankt. Ja, dag Francis, dag iedereen. Dag. Ja.